ben in het griezeldorp Liemt. En we gaan daar met de Halloween-optocht meelopen met allerlei soorten kinderen. En ik vind het helemaal spannend, want we weten natuurlijk niet wat we tegen gaan komen. Toch? Die naam mag ik niet vertellen. Mag je die naam niet vertellen? Okay. Nee. Wat is Halloween? Iets om snoepjes aan. Een feest. Feest? Ja, ja, een feest waar geest en zo. Oké, en is dat in heel Liemt? Ja. Ik vind het wel spannend. Ik ook. Ik ook. Wat is er aan de hand? Je staat hier zo te kijken. Nou, ik moest eigenlijk al naar bed. Maar ik ging gewoon een beetje slapen wandelen. Want ik had al een beetje geslapen. En nou wil ik graag spelen met iemand. En waar is mama? Volgens mij is die een heks geworden. Wat heb jij op je voorhoofd? Enge beesten? Kakkelakken. Ik weet helemaal niet of ik vanavond wel gewoon durf te slapen. Ik denk dat ik wel een lampje aan doe vanavond bij mijn bed. En jullie? Nee. Nee. Zijn jullie altijd zo in Liemt? Nee. Dus jullie gaan dadelijk ook de tocht lopen? Nee. Wille en ik zijn op onze oprit eigenlijk iets engs aan het voorbereiden. En zijn al twee groepen geweest. Oh, dus jullie zijn zelf eigenlijk een soort spoken? Ja, en er komen ook enge mensen langs de deuren. Ik ben de man die u de weg wijst. Spannend. Waar zijn jullie mooi verkleed? En de mama's zijn mee. Ja. En nog ja. Een mama. Ja. Moesten ze er mee onderdoor? Ja. Nou leuk jongens, jullie moeten die kant in hè. Wat gaat u doen? Wat gaat u doen? Wat gaat u doen? U doet mee aan een modeshow of aan een schoonheidsshow? Nou ja, een Halloweentocht. En u maakt hier kinderen bang? Ja, dat is wel de bedoeling. Jongens, wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn snoepjes aan het pakken. Zijn jullie snoepjes aan het pakken? Ja. En zijn ze tegen jouw neus aangelopen? Nee. Lekker snoepje! Ik wil echt bang! Oh ja! Ah! Nee, die auto zit ook iemand bij die boom. Oh! Hoe doen ze? Leuk! We hebben het vooral heel mooi gehouden. Ja, het is ook een beetje spannend. Ja. Vertel eens, al die kinderen die net langs zijn gekomen, heb je nou bereikt wat je wilde bereiken? Ja, ik denk het wel, hè? Ja, zeker. Ja. Ze vinden het gewoon leuk om altijd te kijken en een keer in die ketel kijken, snoepjes. Dat is haar hartstikke leuk, ja. Wie woont hier? Ik. En
Wat is dit voor een gek ding? Hebben jullie het altijd? Nee. Zijn jullie een spookfamilie of zo? Nee? Is dat alleen voor vanavond? Nee. Nu. Nu? Oh, nu. En is dat om alle kinderen in Liem te laten verschieten? Hierbij. Moeten ze echt schrikken bij jullie? Koeken. Hele lekkere heksenkoeken. Ja. Zijn het eigenlijk. Zijn speciale heksenkoeken. En iedereen die hier vanavond langskomt, die krijgt er een. Ja, die krijgt er een. Ja. Ik heb lekkere kikkerogen en lekkere kevertjes voor jullie gemaakt. Ik zou zeggen, pak maar iets hoor. Dat mag zomaar. Beetje bewegen. Happy Halloween. Hallo. 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 Hier. Had jullie eens bekijken? Hallo. Kijk. Halloween. Je belde aan en toen ging die deur open. Toen zat er iemand in de kast. En toen kwam zo en toen zei ze, pak maar uit de pan. Pak je daar een snoepje en toen kwam er een keiharde toeter. Ook bij dat andere huis op het kerkhof, daar had je zeg maar een kist en dan moest je dan openen. En dat hadden wij dus gedaan en er zat een mens in. Oh, dat, ja. Ik kan een pas. Ah, ik vind wel dat jij een beetje veranderd bent. Je hebt iets raars op je voorhoofd. Zijn er al veel kinderen voorbij gekomen? Oh, verschrikkelijk zo veel van die kinderen allemaal, hè. En iedere keer wakker maken, hè. We zitten net te slapen, komt het weer uit, hè. En dan zeggen ze allemaal, die laat ons verschieten. Nee, hun laat ons verschieten. Ja, die zien er allemaal uit. En dan zeggen ze, happy Halloween. Ja, die weten wij niet wonen, hè. Nee. Ik zou het ook niet, ik ben aan het zoeken. Ik ben aan het zoeken. Aan. Zoekende ben ik, hè. Ben zoekende. Ik ben al jaren zoeken. Ja, wij ook, ja. Ja. Zoekende. Ja. Waar zoeken jullie dan? Kachel. Een kachel? Ja, en een vriendel. Speciaal. Ah, daar heb ik al gezeten, dan. Weet je het nog? Ja? Ik weet het nog, ja. Zo oud ben je nog niet. Nee. Dat kunnen we wel zien, ja. Hé, hey, jullie bedankt. En wij zullen ja, heel scherp. Net vlijmscherp. Maar dat is nodig. Dat is nodig voor de televisie. Ja, ik ga televisie. Terug naar de op televisie komen. Kom weer op televisie. Mag ik dan extra groeten doen? Ja, mag... dat mag. Ik doe de groeten. Een chefke, weet wel, daar onder de poort, weet wel. En aan Trika, die liggen onder de brug. Meiden? Ja. Hallo, Trika, chefke. We komen wel weer een keer tegen in Nederland, hè. Misschien krijgen wij daar ook wel de frikandel. Kom maar brengen. Kan goed 11 uur worden. Geef niks. Maakt niks uit. Wij lusten om 12 uur nog naar frikandel. Speciaal iets. En daar komt nou allemaal op de televisie. Oh, dan kunnen wij toch niet zien, want die hebben wij hier. Ja, gewoon eerst door de rond kijken, dat maakt niks uit. Zo, ja. Ha, niet. Wij zijn toch niet voor één gaten vangen, hè? Nee. Nou, die lamp maar uit. Nou is het mooi geweest, of niet? Ja. Ja. Dan. Zie je, man. Wij zien het niet, man. Ja, ik stil hou, hè. Dat is het, hè. Wel trusten. Trusten. Wel trusten, hè. En opschieten.